jullie gaan stoppen. Jullie gaan weg uit de stad. Ja, klopt. Ja, nee, dat lijkt me geen makkelijke beslissing om te nemen. Nee, dat is het ook echt niet. Want je zit hier 10 jaar en je hoort helemaal bij de stad. En, stad van vrede en recht. Exact, ja, stad van vrede en recht. En daar waren wij de publieksplek. Dus al die moeilijke onderwerpen die je dan bij alle internationale organisaties misschien achter de deuren ziet gebeuren, kon je bij ons bespreken. Ja, kan je nog even in het kort uitleggen voor mensen die denken, Humanity House, ja, ik ben misschien wel eens langsgereden op de Prinsengracht hier zo in Den Haag. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat het is. Wat deden jullie nou precies? Ja, nou, het was een museum. En het museum, ik zeg al was, kun je nagaan. Ja. Het is een museum en het museum richtte zich helemaal op oorlog, vrede en recht. En die onderwerpen probeerden we eigenlijk in allerlei vormen over te brengen. Dus we hadden een groot educatieprogramma. Er zijn echt heel veel leerlingen bij ons langs geweest om, om te praten over wat betekent het dan als je in een oorlog zit of je moet vluchten of hoe kan je daarin helpen. Daarnaast hadden we tentoonstellingen. Er is nu bijvoorbeeld een hele mooie tentoonstelling. En we hebben een museum. En 's avonds deden we vaak gesprekken, film, muziek. En dan altijd weer met een van deze onderwerpen. En jullie hadden ook best wel een belangrijke taak, hè? Want wat je al zegt, wij hebben hier natuurlijk een hele hoop organisaties in Den Haag zitten die zich bezighouden met vrede en recht. Wat dat betreft is deze stad natuurlijk perfect voor jullie als het Humanity House. Maar jullie bespraken ook echt wel onderwerpen die inderdaad achter de deuren werden besproken door hoogpieven, maar waar wij eigenlijk geen weet van hadden. Nee, en het zijn ook hele complexe onderwerpen waar snel de emotie oploopt of waar mensen zich ongemakkelijk bij voelen. Dus, en dat komt bij ons. Dus het ging ons echt dat mensen geraakt werden en keken van, hé, wat gebeurt hier nou? En dat kon. En dat zeiden ook, dat is eigenlijk wat iedereen ook altijd zei. Ik sprak gisteren nog een docent die zei, joh Hanneke, als ik met een HAVO-klas hier kwam en ik moest het gaan hebben over discriminatie, dan ging ik eerst bij jullie langs, want dan waren ze geraakt en dan stonden ze open om echt dat gesprek aan te gaan. En hij zegt, dat kon ik niet vanuit een lesboekje of in een klas en dan na aardrijkskunde het even hebben over discriminatie. En dat is precies wat wij deden inderdaad. Ja. Een hele hoop succesverhalen. Je zei het zelf ook al. Een hele hoop scholieren zijn bij jullie langs geweest. Ja. Meer dan 2000 mensen hebben het bezocht in de afgelopen 10 jaar. Meer dan 100.000 studenten zijn er bij jullie geweest. Dit klinkt toch als een groot succesverhaal. Dus dan gek dat eigenlijk de stekker eruit wordt getrokken. Ja, dus dat is ook gek. En dat is bijna voor, denk ik, mensen moeilijk te begrijpen. Maar als maatschappelijke instelling probeer je natuurlijk wel je prijzen heel toegankelijk te houden. Dus het is niet zo dat wij hele commerciële prijzen te hanteren, juist niet. En dat betekent ook dat op het moment dat je dicht moet, dat was natuurlijk vanaf 15 maart met de eerste lockdown, dat alle inkomsten stoppen. En wij halen inkomsten uit bezoekers, uit schoolklassen en ook uit zaalhuur. En dat werd allemaal stopgezet. Dus dan ga je heel snel door alles wat je een klein beetje opgespaard hebt. En dat is bij zo'n organisatie is dat niet veel. Dat kan niet. Dat wil je ook niet. Hè. Je wilt gewoon besteden aan alles wat je aan het doen bent. Het gaat er dan heel snel doorheen. Ook zijn we natuurlijk afhankelijk van subsidies. Nou, ik heb het er al meerdere keren deze week en ook vorige week over gehad. Onder andere met het Crossing Border Festival. Op dit moment is de gemeente natuurlijk aan het besluiten van, ja, we hebben die 56 miljoen. Naar wie gaan we dat uitgeven? Welke culturele instelling heeft daar volgens ons wel recht op en welke niet? Dus een commissie daar ook voor aangesteld. En die heeft ook aangegeven bij het Humanity House. We vinden jullie leuk, maar we denken toch dat we het geld beter elders kunnen uitgeven. Dat moet vast zeer zijn, zeer doen. Ja. Ja, dat extra zeer. Omdat ze zeiden van, joh, we vinden jullie relevant qua onderwerp. We snappen dat jullie een rol spelen in de stad. We vinden jullie doelgroep boeiend, hè. Want het is een hele jonge, diverse doelgroep. Ik ben altijd de oudste in de zaal, zeg ik. Hè? Ja, en dat is, ja. Dat is ook goed, hè. De rest is gewoon veel jonger. Die wil hier met elkaar in gesprek gaan. Dus dat maakt het extra zuur. Dat ze zeggen, nou, wel heel relevant en goed gedaan. En bedrijfsvoering op orde. Maar helaas, je krijgt hier geen geld voor. En wat was dan de voornaamste reden waarvan zij zeiden, helaas, je krijgt geen geld? Ja, waar zij het dan op gooien is artistieke visie. Dus wat zij natuurlijk moeten doen is kijken vanuit kunst en cultuur welke instellingen passen binnen de door hun gedefinieerde en samen met college artistieke visie. Waarvan wij zeggen, joh, het gaat niet om artistieke visie. Wij gebruiken de kunsten om een onderwerp naar voren te brengen die aanslaat bij het publiek. Ja. Dus wij draaien het om en dat vinden wij ook, dat vinden we ook onze rol. Hè. Het gaat ons niet om de kunstenaars, maar het gaat om het verhaal wat ze vertellen. Dat is ook de reden waarom kunstenaars graag met ons werken. Die willen niet in een museum hangen, die willen in gesprek gaan. Die willen
nou, de ontmoeting aangaan. Ja, precies. En jullie hebben jullie eigen verhaal gemaakt. Jullie hebben zelf een einde eraan gegeven. Gezegd van, we gaan niet meer wachten. Want we kunnen ook niet meer langer wachten eigenlijk. Ja, nee, dat is het. Het kan echt niet meer. Je hebt gewoon contracten. Dus de gemeente stelt natuurlijk afgelopen maandag een besluit uit. Naar begin november. Als het al geplaatst wordt begin november. Maar voor ons, we kunnen gewoon niet meer wachten. Heb je al contact gehad met de gemeente? Hebben ze gebeld? Jeetje, Hanneke, wat hebben jullie nu weer gedaan? Ja, nee, niet zo. Nee, maar we hebben natuurlijk zeker contact met de gemeente. We hebben continu aangekondigd van jongens, dit gaat niet goed. We moeten echt, we bungelen. Ja. En op een gegeven moment is het te laat. En als je eenmaal gaat zeggen, ik sluit, als het bestuur besluit, dan is het ook echt dicht. Dan ga je alles ontmantelen. Dit is definitief, hè, Hanneke? Het is definitief. We hebben het echt tot het max geduwd. Hè. Maar ja, nu hebben we ongeveer 2 maanden om het op te ruimen. Dat is, en te ontmantelen, dat is ongelooflijk kort. Dit moet pijn doen. Ja, nee, zeker. Nee, ik vond het is absoluut een emotioneel besluit. En je wil hem zo goed mogelijk doen voor iedereen. En voor de kunstenaars, voor je team, voor alle mensen om je heen. Voor je oud-collega's, voor de vrijwilligers. Maar het is gewoon een shitbesluit. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik vind dat je het mooi hebt afgesloten. Ik wens jullie heel erg veel succes. Ook natuurlijk met het ontmantelen, het opruimen. En ik hoop jullie misschien ergens nog eens een keer tegen te komen in de stad. Dat zou fijn zijn. Dank je.